Goedenavond allemaal, welkom op pakjesavond bij Lierse SK tegen Ajax Dames Amsterdam. Sinterklaas geeft vanavond een cadeautje aan de Ajax vrouwen 0-3. 5 december, pakjesavond dus. Een heerlijk avondje in Turnhout tussen koploper Ajax en de nummer 7 Lierse SK. De eerste van de laatste twee wedstrijden op weg naar de winterstop. Van der Most verliest die bal. Dit is een goede bal. En hier is niet het eerste doelpunt. De eerste goede kans voor Lierse. Het is de vijfde ontmoeting tussen de vrouwen van Ajax en Lierse. Het leverde 4 keer een overwinning voor Ajax op. De Belgen scoorden zelfs nog nooit tegen Ajax. Ashley Bakker met een hele grote kans. Schiet van dichtbij over. Van de Heiligenberg, middag. Met de goede paas. Piëten. Marloes Piëten op de keeper af. Piëten en de openingstreffer. Goed doelpunt van Marloes Piëten. In de 9e minuut schiet zij Ajax naar 0-1. Haar 6e doelpunt voor Ajax dit seizoen. En dus de goede start voor het team van Ed Engelkes. Binnen 10 minuten de voorsprong. Gaat naar de tweede paal. Marees. Van de Biggelaar van de lijn gehaald. Een voetje op de lijn voorkomt de 2-0. Dit is een prachtige paas en een goede aanname van Piëten. Trekt voor van de Heiligenberg. De volgende grote kans in korte tijd. Piëten. Bakker kan nu haar snelheid gebruiken, maar wordt van die bal gelopen. Alsnog Bakker. Bakker geeft dan voor en daar is de 2-0. Doelpunt van Claudia van de Heiligenberg. Goed uitgespeelde aanval. Goede actie van Ashley Bakker met het overzicht. Ziet bij de tweede paal Claudia van de Heiligenberg. En dus in de 57e minuut de score van 1-0 naar 2-0. Middag in 2 keer. Oude Mast. Geen buitenspel. Oude Mast kan aanleggen voor het schot. Goed schot. Ook uitstekende redding van Auteurs. Van de Heiligenberg. Van de Heiligenberg van Lunteren. Stevige tackle. En de vrije trap. Harde ingreep op de rand van de 16 meter. En ook de gele kaart. Wat rest is een vrije trap op zo'n 17 meter van het doel van Justine Audeurs. Van Lunteren en Middag overleggen. Wordt het Middag of Van Lunteren? Het wordt Van Lunteren en het is 3-0. Desiree van Lunteren langs de muur in de verre hoek. En dan lijkt in de 78e minuut de wedstrijd toch helemaal in het slot gegooid. Van der Most die de bal op de toelijn tegenhoudt. Goede verdedigde actie van Lisa van der Most op de doellijn. Marees Bakker kan in 1 keer verlengen. Dat is goed. Van Lunteren. Van Lunteren kan op het doel af. Snijdt Berends af, maar Berends verdedigt goed. De Ridder houdt het balbezit voor Ajax. De Ridder. Daar staat Oude Mast. Oude Mast. Uitstekende renning van Audeurs op de goede inzet van Lois Oude Mast. De Ajax-vrouwen winnen met 3-0 op bezoek bij Lierse. En de ploeg van trainer Ed Engelkes krijgt dus het cadeau dat ze vooraf graag gekregen hadden op deze pakjesavond. De 3 punten en dus een heerlijk avondje voor de Ajax-vrouwen. Had je dit aan Sinterklaas gevraagd? 3 punten, ja. Die heb ik gevraagd, ja. Moeilijke wedstrijd hier en dan altijd fijn als je snel kan scoren. En eigenlijk mijn eerste lange bal die ik kreeg, die score ik dan gelijk. En dan zit je ook gelijk lekker in de wedstrijd als speelster zelf. En voor het team ook lekker, dus dat was wel belangrijk. Ik denk dat het voor ons wel een goede overwinning is, ook 3-0. En ook een keer die 0 gehouden, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat we een keer geen tegendoelpunt krijgen. En, waarom is dat belangrijk? Nou, de andere wedstrijden win je ook wel eens, maar dan is het 4-1. Het is nog net een tegendoelpuntje en ik denk dat het
ja, je gaat wedstrijden winnen als je de zelf achter in de nul houdt. En dan komen je eigen kansen vanzelf ook tegen wat sterkere tegenstanders. Dus dat vond ik voor deze wedstrijd ook wel een belangrijk punt. Ik vind ook dat we bij Vlagen zelfs prima gespeeld hebben. Op dit veld, als je kijkt naar de omstandigheden, ja, die zijn gewoon verre van ideaal. Zeker als je kijkt naar ons spel en onze manier van spelen. Dat overdreven we een beetje in de eerste helft. Door te veel te willen voetballen in een aantal fases. En daardoor kom je nog een paar keer in de problemen. Zonder dat het echt leidt tot grote kansen. Er was één moment. Kijk eens, onze supporters. Hey. Oh nee, Zwarte Piet. Is zakelijk dan ook dat de stap die jullie gemaakt hebben, dat jullie dit soort wedstrijden eigenlijk probleemloos naar je hand zet? Nou, ik denk wel dat we gegroeid zijn als team en dat we dit soort wedstrijden tegen, vooral tegen België, we beter zakelijk kunnen uitspreken. Nadat de internationals weer terug waren, hebben we even met elkaar gezeten en afgesproken dat dit de twee wedstrijden nog zijn en waarin we gewoon 6 punten moeten halen. En, want dan ligt het niet aan jezelf, maar dan zijn anderen die aan de beurt moeten om die 3 punten te pakken. En dan kunnen we gewoon met een goed gevoel de winterstop in en dan daarna gaat het spannend worden. 5 december, heerlijk avondje. Was dit een heerlijk avondje? Heerlijk avondje is gekomen van Sinterklaas.